Wat er gebeurde in de vorige aflevering. Ik zie daar gelijk al een ladderparcours omhoog. Ten eerste, jeumig, waar ben ik beland? Het is echt mega hoog hier allemaal. Volgens mij is er letterlijk niks in dit dorp. Ik ben nu al een tijdje aan het ronddwalen. Oh jawel, een trapdoor. Oh, gelukkig. Oké, laten we naar beneden gaan. Bonk, hoppakee. En daar blauw, 8. Ach, moet ik 8 nummers vinden? Wat hebben we hierboven? Oh, ik moet ze nabouwen. Ik moet ze nabouwen, dat meen je. Oké, hashtag 2. Hashtag 2 kan ik, jongens. Hashtag 2 is deze. Shiften is verboden. Is het een quiz? A, B, C? Huh? Goed, we staan hier in de gevangenis. In de vorige video ben ik aangehouden omdat ik in ging breken in mensen hun huis. Oh, daar heb je de bewaker. Oh, hallo, Jan. Hallo. Ben je de eend? Hallo. Je mag even al je spullen in leven hebben bij mij. Ik heb een aansteker, wat veertjes en eten. Hoe kom je aan die veren? Ja. Hoe kom ik aan die veren? Ik was echt geplukt, maar jij bent natuurlijk een kip. gevonden op straat. Ze waaiden in mijn gezicht. En toen bronk ik in mijn broekzak. Hé, dan is het goed. Oké, gelukkig. Hier drinken. Dus mijn water en mijn eten. Wat is nog beter eten dan wat ik eerst had? Top, dankjewel. Ja. Hallo, waar gaan we heen? Welcome to the prison. Of welcome to prison. Ja, op zijn minst een warm welkom. Ik bedoel, het is de gevangenis, maar welkom is welkom. Ja, inderdaad. Collega, jij weet de weg hier beter dan ik. Ik ben de collega niet. Jij mijn collega. Waar gaan we heen? Oh, moeten we over de gele lijn lopen, zo te zien. Ah, kijk. Dank... Ah, rustig aan. Je hoeft niet te slaan. Wat is dit nou weer? Helemaal goed. Oké. Dan krijg ik niet verder informatie of zo? Hallo? Nee? Niks? Geen informatie verder? Kom er zo meteen naar uit. Je komt zo meteen naar ons toe. Oké. Prima. Nou jongens, ik zit hier in mijn celletje. Laten we even kijken wat ik hier allemaal kan vinden. Ik heb hier een aantal boekjes. Laten we even kijken of hier een nuttig boekje in zit. Oh, boekenquill. Oké, en deze en ook een boekenquill. Wat zit hierin? Hallo? Als je dit boekje vindt, denk eraan. Wees voorzichtig. Natuurlijk. Ga ik wel terugstoppen. En... Huh? Oh, dit zijn 2 keer hetzelfde boekje is dit. 2 keer hetzelfde boekje. Helemaal prima. We gaan voorzichtig zijn. Is hier nog minder? Nee, er is verder niks nuttigs in deze gevangeniscel hier. Hallo? Ik heb honger. Oh, ik heb eten. Laat maar, ik heb geen honger. Mag ik een lucht of zo of naar het toilet? Ik kom mijn cel uit. Hallo? Hallo. Is het al lunchtijd? Vlucht. Mag ik naar buiten? Even frisse neus halen. Er is geen buiten meer voor jou. Oké, er is geen buiten meer voor mij. Prima. Mag ik dan wel douchen? Dan moet ik even navragen. Ga jij maar even navragen. Ja, de enige. Kom maar even aan. Er is verder niks in mijn nuttigs in mijn cel hier. Hallo. Hey, kan het? Hallo. Mag hij douchen? Hij stinkt wel behoorlijk namelijk. Ja, ik stink heel erg. Ja, maar hij stinkt ook wel. Zo, hoppa. Oké, we gaan even douchen. Ja, volgens mij mag. Misschien kan ik wat nuttigs vinden bij de douches, jongens. Nou, helemaal top. Succes. Dankjewel. Spiegel, een walnoot. Oké, die vind ik leuk. Die vind ik oprecht leuk bedacht. De spiegel en dan een walnoot. Dit is gewoon, dit ben ik gewoon. Dit is precies zo zie ik eruit, jongens. Oké, hierboven is wat nu. Oh, wat is dit? Een sleutel gold en een boek en quill. Wat zit er in die boek en quill? Hallo, hier een sleutel. Met deze sleutel kan je het kantoor van de prison warden in. Let op, deze sleutel komt uit 1849 en is erg oud. Misschien werkt hij niet meer. En de guards zijn er erg streng op als ze hem vinden. Wees er dus voorzichtig mee en laat hem echt niet zien aan iemand. Oké, prima. Ik laat hem niet zien. We stoppen hem hier. Hebben we hier nog meer wat we kunnen vinden? Nee, deze is leeg. Of dicht bedoel ik. En dit is ook dicht. Kan ik hier wat vinden in de hoppers misschien? Oh, dat zijn geen hoppers. Ik heb gedoucht. Ik ben weer helemaal fris. Kan ik mee? Weet je het zeker? Ja, ik ben weer helemaal fris. Oké, kom maar. Mag je hier even wachten? Daar heb ik tegen de muur gestaan. Ja? Collega, ja. Wat vind jij? Hoezo, wat vind ik? Ik ben schoon. Fouilleren? Nee. Weet wie zit ik? Omdat ik alleen maar schoon ben, willen jullie gelijk fouilleren. Nee? Nee, hoeft niet. Oké. Nou, dan brengen we hem terug naar zijn cel. Top, dank jullie wel. Het scheelde niet veel, jongens. Dat scheelde niet veel. Moet ik iets aan? Ja, opschoeten, alsjeblieft. Ik ga opschoeten. Rustig aan. Oké. Top, jongens. Nou, we zijn weer in de cel. Het ding is, ik heb nu deze sleutel. Alleen ja, ik kan nu niet zomaar naar het ding toe, natuurlijk. Ik kan niet zomaar ontsnappen naar die, wat is het? De kantoor van de prison warden. Daar moet ik in. Ik weet alleen niet hoe ik daar gekomen. Jongens. Ik ga allemaal water drinken. Ik ga gewoon zeggen dat er nieuw water gehaald moet worden. Oh, het is 3 uur s'nachts. Oké, laten we in bed liggen. Oh, de lichten zijn uit. Oh jee, jongens. Het is bedtijd. Liggen we gewoon lekker in een beetje in de gevangenis. Ik bedoel, meer kan ik ook niet doen. Ik heb een sleutel voor morgenochtend misschien. Maar dat zien we dan wel weer. Hey, 8 uur ochtends. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, meneer de bewakers. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is de tijd collega, voor? Nee. Ga jij even terug naar je kantoor? Dan gaan wij even wat dingen met hem doen. Wat dingen met mij doen? Wat gaan jullie doen? Kom mee. Oké, ik kom mee. Ik heb geen idee waar we nu heen gaan, jongens. De douches zijn daar. Ik weet niet wat dit is. Wat is dit? Waar zijn we? Ik moet denk naar rechts, hè? Ga ik vanuit. Nou ja,
Ik weet niet wat jij voelt. Ja, naar rechts. Oké. Okay. Wacht hier. Oké, okay, toiletten. Oh, kan ik iets nuttigs vinden in de toiletten misschien? Ik weet het niet, waarschijnlijk niet. Het zal alweer niet. Maar, misschien kan ik nu... Nee, ik kan niet ontsnappen. Jongens, waar is die... Ik weet dat die guy net, die Jan... Die liep als het goed is naar het kantoor van de warden. Maar hoe kom ik daar? Ze houden me consistent in de gaten. Ik kan daar net nog niet heen. Is toch onmogelijk? Ik heb gepoept, ik ben klaar. Zeker weten. Ja, zeker weten. Billen afgeveegd. Handen gewassen. Nee, dat heb ik vergeten. Handen zijn gewassen. Nee, maar goed. Collega, ik heb een noodoproep. Oh nee. Weet jij wat betekent? Dat weet ik gelukkig zeker. De prisonwarden heeft je zojuist opgeroepen. En hij wil heel graag op gesprek. Oké, prima. Je bent schaak. Spannend. Zo, hey. Misschien zegt hij wel dat ik helemaal niet ingebroken had, dat het een foute melding was en dat ik gewoon naar huis mag. Ah, denk het niet, hoor. Hey, je mag even blijven staan. Ik ken de route toch al, of niet? Ja, maar... Ja. Zo groot is de gevangenis niet. Even rustig, oké? Ja, sorry. Oké, hier doorheen. Daar kwamen we. Oh, daar is het. Zeker, hè? Ja. Oké. Nou, hallo, Jan. Ik moest op gesprek komen. Ja, collega's. Ik heb juist een noodoproep gekregen. Mensen het inbreken zijn. Dus we moeten daar per direct op af. Is dat zo? Oké. Oké, dan gaan we daar nu op af, meneer. Dus je kunt je niet eens naar je show brengen. Dus wacht maar hier en we komen zo terug. ik wacht hier, jongens. Niks aan de hand. Blijkbaar hebben ze een noodoproep en dan moet ik snel hier... Wacht trouwens, weet je. Ik denk dat ik helemaal niks te zoeken heb in dit kantoor. Ik denk dat ik gewoon nu die sleutel moet gebruiken. En moet ontsnappen, maar ik moet wel even... Oké, komt-ie. Ontsnappen, jongens. Ontsnappen. Ik zag iemand lopen. Hè, er is niks hier. Ik moet weg hier. Er is letterlijk niks voor mij hier. In deze ruimte. Nee. Oké, goed om te weten. Dan weet ik 100% dat ik gewoon moet ontsnappen. Gewoon kijken. Ik moet oppassen dat ze me niet zien. Hier is ook niks. Waarom komen ze direct terug? Er is hier niks voor mij in deze ruimte. Oh, een kist. Laat maar. Pickaxe. Alleen voor cracked stone brick. En een button goud. Oké. Alleen voor cracked stone brick. Is dat hier? Nee, hey, jongens, denk ik... goed dat gedaan. Oh, laat maar. Oh, dat is niet voor je. Ze komen terug. Ik ga hier op zitten. Hallo. Oh, hallo. Je bent... Ik heb de sleutel hier binnen gelaten. Ja, die sleutel hadden jullie laten hangen. Ik heb hem... Ik heb hem niet aangekomen. Geen zorgen. Ik ben een brave burger. Beetje mijn fout, mijn fout. Je maakt alweer fouten tegenwoordig. Je bent ook al vergeten de kleding te geven. Ja. Kom maar mee. Oké. Hij is een stagiair. Mag ik naar mijn cel? Ik ben moe. Ja, nee. Zometeen. Even je... Oh, mijn gevangenisoutfit. Oh, die waren jullie helemaal vergeten, joh. Zo mooie outfitjes. En dan hier, oh. Waren jullie helemaal vergeten? Mijn mooie outfitje. Kijk hij nou. Was vergeten. Hij was de stagiair. Jeetje. Ja. Stagiair, hij is toch de warden? Dat is je broer. Oké, terug met z'n... Ja. Hé, joh! Je hoeft niet te slaan. Ik ga mijn bed al in. Ik ga weer slapen. Ja. Fijne avond, jongens. Oké, jongens. Wat ik gelijk al gezien heb, is dat hier cracked stone brick zit. Dus daar wil ik eigenlijk... direct al doorheen slopen. Maar ik zie zijn naam aan de andere kant. Dus misschien moeten we even wachten tot het nacht is. En als het nacht is, kan ik waarschijnlijk ontsnappen. Ze zijn namelijk heel druk aan het rondlopen. Mm. Hallo. Gaat het goed daar? Ja, laat me maar lekker met rust, joh. Ik lig lekker in mijn bed. Erg vroeg. Ja, sorry. Ik wil even zijn kist kijken. In zijn, Even cellencontrole, dan ga ik wel wachten. Nee, doen jullie maar cellencontrole, joh. Kijk maar in mijn kist. Er zit helemaal niks in. Zie je zo. Nee, haal mijn bed maar weer overhoop. Net opgemaakt. Ja. Nee, ja, is goed. Fijne avond. Joejoe. Oké, jongens, wachten we tot ze allemaal... Oké, ze zijn allemaal weg. Laten we nu hier doorheen breken. Kijk, de lichten zijn uit. Oké, dit is mijn moment. Ontsnappen, jongens. Rennen. Kruipen bedoel ik. We gaan door de riool. Wat is het? Oh, dit gaat traag. Zo snel mogelijk, jongens. Volgens mij is het net pas nacht. Oh, wat gaat het traag. Oké, we kruipen verder. Als goed is, kunnen we hier weer opstaan. Ja... Oh, dan moet ik hier weer... Oh, dit is traagheid door die kopwebs. Oké, we gaan wel heel donker hol in nu. Oké, even kijken. Wat hebben we hier? Kunnen we onderdoor? Dan hier bovenlangs. Dan hebben we weer kopwebs. Lopen we door, hebben we weer kopwebs. Maar ik denk dat we er bijna zijn, jongens. Ik denk echt... Oh, hier, kijk. Hier heb ik de button voor. Er is een prisoner ontsnapt. Oh ja, dat ben ik. Deur omhoog. Snel de deur omhoog. Dat ben ik die ontsnapt is. Oh, god. Komen ze achter me af? Volgens mij niet, hè? Ben ik vrij? Ik ben ontsnapt. Collega's, pak hem. Oh. Kijk waar die is. Ah, wacht. Oh. Jongens, rustig aan. Gaan jullie nou kijken hoe ik hier ga broeden? Hij is hier bij een boom. Nee, wat doen jullie? Gun mij de ontsnapping. Deze is niet te halen, dit sprongetje. Hij is gecamoufleerd, collega's.
Ja, ik zie hem niet. Zo, hoppakee. Doei. Hey, meneer. Wat een goede achtervolging dit, jongens. Sterke achtervolging dit. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik... Hé, hey, hou eens op. Laat me eens ontsnappen. Jongens, ik vind het wel heel eng, hoor. Hou op. Ja, moet blijf maar even staan, meneer. Nee. Nee, absoluut niet. Ik ben weg. Oké. Ik stop. Rustig aan. Ik ben buiten adem. We moeten die politieverdeling echt oefenen. En nu? Collega's, jullie zijn echt heel slecht. Kom hier naar boven. Ik ben mijn veer gebroken. Ik ben gevallen. Oh, wacht heel even hoor. Ik vind het een beetje eng. Wacht, ik heb hoogtevrees. Oh, nee. Jullie hebben me. Houden. En nu? Je mag even meelopen. Terug. Oh, nee. Niet weer. En nou, goed had gedaan, dan was je meteen weg geweest, maar... Ja, maar er is niks hier. Er is een boom. Ja. Mm-hmm. Ik ga gewoon nog een keer rennen voor jullie. Je bent wel heel slow. Hey, wat is dit? Staan, Ah, stop eens met schieten dan! Er is hier... Oh, hier moet ik... Oh nee, hier kom ik vandaan. Er is hier niks in deze bomen. Laat me met rust! Eindelijk grond. Ik ga de ladder slopen. Laat me met rust! Nee, staan blijven. Oh, ik zit vast. Oké, je hebt me. Ik loop mee. Ja, nu wel echt? Ja, ik loop mee. Collega's, pak hem vast. Oh, ja, is goed. Waar zijn jullie nou weer? Dat is echt ongelooflijk, de twee. Ja, mooi. De ene durft geen de bomen en de andere heeft zijn veer verloren. Ja. Hé, blijf maar even staan, meneer. Ja, ik blijf staan. Ik ben niet gespecialiseerd in dit werk. Ja, want is die andere collega's langzaam. Die is wel heel traag, inderdaad. Ja. Dan laat van mijn broer leren. En nu? Nu ga je toch de cel in? Nee! Je mag even met mijn collega's meelopen. Oh, ik wil de cel niet in. Even tegen de boom. Pak hem goed vast, jongens. Even tegen de boom. Jongens. Met je hoofd tegen de boom, collega. Is dat net zo niet nodig? En nu? Oké, slaan maar. Even. Wilt u even. Ik kan maar eerst. Rustig. Ja. Kom maar mee. Slaan, jongen. Nou, prima. Stop met slaan! Het spijt me. Hé, hier is slaan naar beneden. Doei, jongens. Wat is dit? Dit was. Ik kon gewoon het einde niet vinden. Jullie probeerden me er al heen te lokken, volgens mij. Oh, ik kon het einde niet vinden. Ik kon letterlijk het einde niet vinden. Ik was gewoon aan het ronddwalen in de achtervolging. Jongens, dit was hem, hè? Dat was hem, ja. Ja, was wel leuk. Ik moest eerst het huis inbreken. Toen moest ik ontsnappen uit de gevangenis. Toen was een hele... Ja, kunnen we het een achtervolging noemen? Ja, zoals dan. Ik vind het wel. Een soort van achtervolging was er. Maar ik vond het helemaal leuk. Jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Shoutout naar Roemer, Jan en ook figurant Ricio natuurlijk voor het meedoen. Vond je het nou zo'n leuke video? Vergeet het zeker even niet te liken. Vergeet ook niet te abonneren. Kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk ook een hele leuke video waarin ik in een voetbalstadion moest werken en andere gekke dingen moest doen. En nu spreek ik later. Klaasje Water, wie flesje bier. Tot de volgende keer.